Nou, welkom bij Juf Sas, patroon 11. Eigenlijk een beetje lijkend op patroon, even denken hoeveel nummer was het, 4, 5. Deze die je al gehaakt hebt met het stokje ervoor en het stokje erachter, daar lijkt hij op. Maar we gaan het vandaag toch net even weer anders doen. Dit is de drie stokjes met drie lossen, ertussen drie stokjes, drie lossen. En de volgende toer ga je de stokjes eronder doorsteken. En dat zijn er ook gelijk drie. En die maakt niet uit of je die voor of achter doet. Die doe je gewoon erdoor overheen. En dan zie je dus dat je een soort weefeffect krijgt. Dus je maakt je eigen patroontje dus eigenlijk erin. Doordat je zo doet. Ik heb allebei alle kleuren gewoon gebruikt. En dat twee keer gehaakt. Het is niet heel erg stug, zie je. Want hij kan gewoon nog bewegen. Haak niet te vast. Ik laat je even zien hoe je start met deze. Je start met drie lossen. Nou, we doen net alsof dit de laatste toer was. Dat is het nog niet, maar goed. Ik moet het even laten zien. Dus je start met drie lossen. Zo eindig je dus bij de laatste van het patroon 10. 1. 2, 3 lossen is het eerste stokje. En dan gaan we in elk stokje gaan we gewoon 3 stokjes haken. Dus de 3 stokjes die hieronder zijn, haak je ook gewoon door. Nu moet je 3 lossen. 1, 2, 3. En je moet daaronder ook 3 lossen overslaan. Dit is er 1, dit is er 2, dit is er 3. Dus in de laatste stokje haak je een stokje. Om die lossen heen haak je ook een stokje. En in de eerste haak je een stokje. 1, 2, 3 lossen. Dus we slaan er nu weer 3 over. Dus 1, 2, 3. Dus in het eerste stokje van deze haak je een stokje, de tweede en de derde. Weer 3 lossen, dus ik sla er ook weer 3 over. Dus dit is er 1, want het was een losse ertussen. 1, dit is het tweede, dit is de derde en de laatste. Doe ik er dan een stokje. Om die losse doe ik een stokje. En in de eerste doe ik een stokje. 1, 2, 3 lossen ertussen. Dus ik sla er ook weer 3 over. Dit is er 1, dit is er 2. En die losse was er 1. Dus ik begin nu weer bij de eerste. 1, 2, nu weer 1, 2, 3 lossen. Dit was er eentje, hè? Die losse ertussen, die niet vergeten. Dat is 2, dit is 3, dit is 4. Dus in de vierde, de laatste, om die losse heen en in de eerste. Nu weer 1, 2, 3. Sla ik er weer 1, 2, 3 over en de laatste 3 stokjes. Zo kom ik ook precies uit met mijn patroon. En in die derde losse haak je ook nog een stokje. Nou zie je dus dat je weer groepjes van 3 stokjes hebt gemaakt met 3 lossen ertussen. En dat zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 met 1, 2, 3, 4, 5, 6 tunneltjes ertussen. Nu begin ik met een volgende kleur. Nu ga ik geen stokjes haken. Dus ik heb een doorgehaald en een keer losse gehaald. Ik draai om. Het eerste stokje haak ik een vaste. Het tweede stokje haak ik een vaste. En in het derde stokje haak ik een vaste. Dus ik heb nu 3 vaste gehaakt. Nu ga ik 3 stokjes haken. Deze 3 heb ik gebruikt, dus ik ga om die losse ga ik een
stokje haken. Dus ik gebruik de steken eigenlijk die eronder liggen. Deze twee had ik nog niet gebruikt, die stokjes, dus daar ga ik nu in steken. En dan haak ik mijn stokje. Nu heb ik weer drie lossen. Die ga ik niet haken, want die heb ik gewoon, die gaan nu over deze drie stokjes heen. Nu moet ik weer drie stokjes haken in die onderste toer. Die van de stokjes die ik nog niet gebruikt heb, die ga ik wel gebruiken. En die losse ga ik ook gebruiken. Dus je ziet dat je eigenlijk er overheen haakt. Nu weer drie lossen. Dus ik sla mijn drie stokjes, die sla ik over. Dan ga ik mijn volgende stokje, deze, om die lossen heen. En hier heb ik er nog twee, die moet ik ook nog haken. Dit is nummer 2 en dit is nummer 3. Dus nu ga ik de drie stokjes om de onderste, die nog niet gehaakt waren, haken. Drie lossen. Ik sla de drie stokjes over. Ik sla weer om. En dan om die lossen, of in die vast, in die stokjes van die onderliggende stokjes, haak ik een stokje. En nu eigenlijk om die lossen. Je ziet ook dat die drie lossen dus ingehaakt worden. Zie je dat? 1, 2, 3. Die stokjes sla ik over. Om de lossen heen. In die twee stokjes die nog niet waren gehaakt. Nog eentje. En dan weer drie lossen om die stokjes heen. En dan in de onderste stokjes die nog niet waren gehaakt. Haak je drie stokjes, die lossen. En nou zou ik natuurlijk weer drie lossen doen, maar ik ben aan het eind van mijn toer. En hier had ik stokjes, maar daar haak ik drie vaste op. Dus aan het eind doe je geen lossen meer, maar dan doe je drie vaste. In de derde... Even Nisa, sorry. In de derde lossen. En nu ga ik met oranje verder. Dus ik haal even mijn lus omhoog en ik pak het nieuwe. Dus dit is de tweede toer. Die ziet er dus zo uit. Dus drie vaste, drie stokjes, drie losse, drie stokjes, drie losse, drie stokjes. Nu ga ik weer de stokjes haken. Dus in de vaste haak ik mijn stokjes. Dus drie losse, dat is het eerste stokje. Dus de eerste vaste heb ik al gehaakt. De tweede maak ik nog een stokje in. En in het derde maak ik ook nog een stokje. Dat ik mijn eerste drie stokjes heb gehaakt. Zie je dat? 1, 2, 3. Dus nooit eerst als je hier drie lossen hebt, al je nog hier eentje in haken, want dan meerder je. Nu moet ik drie lossen haken. 1, 2, 3. En nou, stokjes gehaakt. Nu mijn drie lossen. En nu ga ik drie stokjes haken in de stokjes die ik vorige keer niet heb gehaakt. In de onderstaande. Dus ik sla die drie lossen, laat ik gewoon hangen. En ik haak hier, haak ik mijn stokjes in. Dit is de tweede. Die is niet mooi, want ik neem nu een lus mee die ik niet wil. Dit is 2 en dit is de derde. Dus nu heb ik drie stokjes, drie lossen. Nu weer drie stokjes, drie lossen. Nu ga ik mijn stokjes hier weer. Dus ik sla deze stokjes over. En de stokjes die daaronder liggen, ga ik haken. Dus 2 en dit is 3. Dus weer drie lossen. Ik sla de drie stokjes over en ik haak in de stokjes die eronder liggen, die nog niet gebruikt zijn van de vorige toer. Daar steek ik in en dan steek ik gewoon in de steek zo in. Haal hem naar boven.
en dan 3 losse. Dus ik sla de stokjes over. Dan zie ik hier dat ik een stokje nog niet heb gehaakt van de blauwe. Dus die steek nu in de onderliggende toer in. En dan zie je dus dat je hier al een soort effectje krijgt. Zie je dat? Dus nou weer 3 lossen. Nu de stokjes weer in de onderliggende toer erin steken. 1, 2 en 3. 3 lossen. En dan in de vaste. De 3 vaste die er gehaakt zijn aan het eind haak je 3 stokjes. 1, 2 en de laatste is 3. Dat we nu weer met de laatste doorhalen een keer losse haken en nu weer op de stokjes vaste gaan haken. Dus de eerste moet je niet vergeten, maak je ook een vaste. Nee, deze vind ik niet mooi. Dus de eerste niet vergeten, haak je een vaste, een vaste en nog een vaste. Dus 3 vaste. Nu haak je 3 stokjes in de onderliggende toer. Dus niet die 3 losse die we gehaakt hebben, die sluit je eigenlijk een beetje in. Dus hieronderin ligt een stokje die ik nog niet heb gehaakt. Die pak ik omhoog. De tweede steek ik ook in. Die pak ik ook omhoog. En de derde steek ik in. En die pak ik ook omhoog. En nu 3 lossen. De stokjes sla ik over. En ik ga weer onder erdoor haken. Dit is een stokje die nog niet is gehaakt. Dus je gebruikt nu niet de oranje toer, maar de toer eronder, dus de fox toer. Dus dan zie je dus dat hier zo elke keer, ja, je krijgt gewoon een heel grappig patroon hierdoor. Dus 1, dit is 2 en dit is 3. En de laatste, nou dan stokjes, daar haak je nog 3 vaste op. Dus nummer 2 en in de derde. Zo krijg je dus het effect van al die grappige kleurtjes bij elkaar. Dus zo ziet hij er straks allemaal uit als je hem helemaal klaar hebt. De laatste toer, ja, daar blijven de tunneltjes zichtbaar in. En dan gaan we straks verder met deze patroon 12. Nou, we zijn bijna klaar met, of we zijn vandaag klaar met patroon 11, morgen patroon 12. Dankjewel voor mijn klik op mijn advertentie. Super dat je dat doet. Help toch weer juf Sas. Veel plezier vandaag met het haken en tot morgen. In ieder geval bij het blog en bij creatief staan advertenties. Als je daar een klikje op wil geven,